Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, lieve mensen, vandaag ga ik het hebben over vruchtbaarheid. Ja, vruchtbaarheid lijkt wel heel dingetje de laatste tijd, want mensen worden niet zo heel gemakkelijk meer zomaar zwanger. En ik hoor dat steeds vaker om me heen en ja, weet je, de klinieken die zitten vol. En wat is er nou toch allemaal aan de hand? En wat zijn nou de nieuwste technieken waar ze allemaal mee bezig zijn? En waarom gebeurt dit ook allemaal? Nou, we weten natuurlijk dat voeding best wel een hoop invloed op ons heeft gehad de laatste tijd. Natuurlijk met al die bemesting of al die bespuitingen wat ze er allemaal op doen. Al het gif wat ze erop sproeien. En natuurlijk het genetisch gemanipuleerde voedsel wat er allemaal is. Ja, dat heeft ook natuurlijk zijn uitwerking op het lichaam. Ik bedoel, God heeft niet gewoon gemaakt en niet voor niets gemaakt zoals het voor ons bedoeld is en zoals het groeit. Nee, er moet allemaal weer beter en groter en sneller en weet ik het veel. En er moet meer kleur in zitten en er moet meer smaak in zitten. Ik bedoel, waar gaat dit eigenlijk allemaal over? Ze pesten de hele zooi. Maar goed, wifi heeft natuurlijk ook een grote invloed gehad natuurlijk de afgelopen tijd. Met zoveel internet. Ik bedoel, het maakt natuurlijk ook gewoon onder dat hele goedje een stuk warmer. Ja, ik denk ook gewoon dat het de hele navigatie van zo'n eitje ontstoort. Je gewoon denkt, nou, ik weet het niet meer hoor, maar die wijver heeft invloed, een andere navigatie, een andere route. En dat zaad, of dat het niet meer samenkomt, dat er een andere trilling is in het lijf, frequentie, waardoor sommige dingen gewoon niet meer op zijn plek komen. En ja, sommige mensen die kunnen naar elkaar kijken en ze zijn al zwanger. Ik bedoel, dat kan ook gewoon. Maar de ene is daar gewoon gevoeliger voor dan de ander. Ja, dan hebben we natuurlijk nog dat je mensen die medicijnen slikken of die bijvoorbeeld veel drugs of drank gebruiken. Of ja, weet je, of psychische problemen hebben of overgewicht hebben of juist ondergewicht hebben. Het is een heel dingetje. Wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? En we weten ook dat veel door vaccins komen. Dus de shot, hè, zoals ik het altijd noem. Want ja, ook in de kindershots zit gewoon gigantisch veel troep. En het wordt jou wijsgemaakt dat jij je kinderen moet inspuiten omdat je zo bang bent. Anders voor een of andere ziekte. Dat is natuurlijk altijd het alibi. Of het dingetje waar ze je mee lokken. Hè? Zodat je denkt, ja, ik wil toch een goede moeder zijn. Want ja, ik wil niet dat mijn kind een of andere ziekte heeft. Of weet ik wat. Maar wat je dus niet verteld wordt, dat je er juist ziekte door krijgt. Dat kinderen elke maand ziek zijn en dat ze allerlei soorten klachten ontwikkelen. Ook als je op latere leeftijd, dus van 12 jaar, krijgen ze ook weer een nieuwe shot. Van 9 of 12, geloof ik. En dan, er zijn allemaal molotov cocktails. Want als je al die shots zou scheiden van elkaar, want het zijn meerdere shots in één. En dat is ook wat ze nu dus ook in de toekomst willen gaan doen hier zo. Hè? Dus allemaal meerdere shots die je moet gaan krijgen. Die hebben heel veel invloed op de vruchtbaarheid van een kind. En ook kinderen die bijvoorbeeld ook die baarmoederhalskanker shot hebben gekregen. Die hebben er juist baarmoederhalskanker door gekregen. Want je wordt er letterlijk mee ingespoten. Het is natuurlijk niet zo gek dat je het dan ook gaat ontwikkelen en gaat krijgen. Dus dat heeft ook heel veel invloed daarop. Maar goed, wat ook heel veel mensen niet weten. Kijk, dat is mij vroeger gewoon wijsgemaakt. Dat je 365 dagen gewoon vruchtbaar bent. En dat het levensgevaarlijk is als je op een stoel gaat zitten waar net een man heeft gezeten. Want bij wijze van spreken zou je al zwanger kunnen raken. Weet je wel? Ik bedoel, zo werd je vroeger opgevoed. Oh, kijk uit hoor. Want dit kan gebeuren, zus kan gebeuren, zo kan gebeuren. Nou ja, dat blijkt dus allemaal helemaal niet zo te zijn. Want je bent eigenlijk maar 12 uur in de maand echt vruchtbaar. Dus zeg maar 5 dagen, want 5 dagen overleeft het sperma. Nou, de een soms misschien wat langer dan de ander. En laten we het even gemiddeld houden. Dus 5 dagen overleeft sperma. Dus als jij zeg maar 5 dagen van tevoren, voordat je je eisprong krijgt, geslachtsgemeenschap hebt gehad. Nou, dan kan dat dus 5 dagen nog overleven. En dan als dat dan op de dag is dat jouw ovulatie er is, dus dat je eitje gaat springen, dan heb je dus kans dat het bevrucht kan raken en dan moet het nog innestelen en dan ben je eigenlijk officieel zwanger. Nou ja, goed. Dus er zijn heel veel verschillende vruchtbaarheidstechnieken waar ze mee bezig zijn om jou afhankelijk te maken van deze klinieken, omdat het echt een trend is tegenwoordig. De klinieken zitten vol en overal hoor je dat. Dit kan niet, zus kan niet, zo kan niet. En ze spuiten je maar vol met allerlei soorten hormoontherapieën en weet ik het veel allemaal.
om jouw vruchtbaarheid de kansen te vergroten. En ja, eigenlijk ook om je afhankelijk te maken van ja, dat ze controle hebben op de vruchtbaarheid van de mens. Want dat is eigenlijk de toekomst waar ze je heen willen hebben. Dat is ook waarom ze je nu ook al die shit inspuiten. Want daar zit dus HCG in en GnRH. Om de testkiltjes te verkleinen. En ook HCG is natuurlijk een zwangerschapshormoon. Als een vrouw zwanger is, maakt ze HCG aan. Nou, dan kan je dus niet, als je al zwanger bent, nog eens een keer zwanger raken. Ja, dus als je geslachtsgemeenschap hebt, tijdens het zwanger zijn, kan je niet ineens nog een keer zwanger zijn. Dus dat je ineens twee kinderen hebt van, nou, deze is vandaag bevrucht en de andere die was 3 maanden geleden al bevrucht. Dat gaat dus niet. Dat is dus een bescherming van het lichaam. Dus die sluit die baarmoeder af om nogmaals zwanger te kunnen raken. Nou, en als dat stofje in je lichaam is, dan is dus zwanger worden niet mogelijk. Dat zijn dus allemaal dingen die dus meespelen om totale afhankelijkheid te krijgen van de vruchtbaarheidsklinieken. En dat hun gewoon weten, oké, jij mag dit keer wel en jij mag dit keer niet. En ze zijn ook echt zwaar arrogant in die klinieken om jou een kans te geven. Want als jij bijvoorbeeld ergens niet tegen kan, of jij kan niet met die met die medicijnen overweg, of jij wordt er helemaal niet lekker van, of het probleem ligt eigenlijk bij de man en niet bij de vrouw. Nou, dan moet de vrouw moet van alles en nog wat ondergaan en bij de man wordt eigenlijk zo goed als nergens niet naar gekeken. En als het andersom is, ja, dan ben je nog steeds als vrouw de pisbaal, zeg maar. Maar goed, dat heb je er allemaal voor over, want zo'n kinderwens is echt gigantisch sterk. Het is een echt, nou, het is echt dat mensen dus echt hun eierstokken rammelen, maar bij de man is dat net zo. Dus het kan net zo heftig zijn. Dus het is niet alleen maar bij de vrouw. Het is bij allebei. En het is ook een onderwerp wat voor velen toch een kwetsbaar onderwerp is. Omdat mensen blijkbaar niet weten hoe ze daarop moeten reageren. Als ze dus iemand in de familie hebben die dus zwangerschapsproblemen heeft. Of niet zwanger, of in ieder geval niet zwanger kan raken. Vruchtbaarheidsproblemen hebben. En dan krijg je van die rare opmerkingen. Mensen die echt gewoon niet weten hoe ze mee om moet gaan. Of ze zeggen niets, of ze vragen nergens naar. Of ze zeggen de meest gekke dingen van, nou, zal ik het even voordoen? Of, dan neem je toch gewoon een andere partner. Misschien lukt het daar wel bij. Weet je wel? Dan denk je van, pardon? Waar heb je het in godsnaam over? Je wil gewoon tips, of je wil gewoon dat iemand meedenkt met je. De pijn die de mens daarvan heeft ook kunnen inleven, weet je, inlevingsvermogen hebben. Je zoekt ook gewoon mensen die daar inlevingsvermogen voor hebben, dat het helemaal niet leuk is. Want zo'n wens om te kunnen voortplanten, dat is zo diep, daar ben je echt voor alles voor in staat. Ja, je hele leven zou je daar het liefst voor op spel willen zetten. Om die geboorte te mogen doen, weet je. Om dat kind te willen hebben, want dat knuffelen, dat liefde geven, die informatie die je kind graag mee wilt geven, de gezelligheid van zo'n gezin, iets wat op je lijkt, weet je, of wat je met je partner deelt. En dat is ook eigenlijk iets wat zo goed ook hoort te zijn, ja, dat je je liefde aan iets wat klein is en fijn is, dat je daar je liefde aan kan geven. En het is natuurlijk ook een hele periode lang ook zo geweest dat mensen maar een kind nemen omdat ze denken dat het maar hoort. Hè? Dan zeg ik neem een kind. Nou, zo makkelijk is dat dus niet meer. Het is niet meer, je krijgt zomaar een kind. Tegenwoordig moet je hem kopen. Ja. En dan ga je naar de kliniek toe en daar maken ze dat kind voor je. Weet je? Dan moet jij hem dan nog wel verder gaan creëren, maar daar bevruchten ze hem. Dat je echt denkt, oké, er is helemaal niks romantisch meer aan. Het is echt klinisch. En waar gaat dit heen? Natuurlijk is het heel fijn dat dat bestaat. Alleen is er niet eerst een probleem gecreëerd, zodat de oplossing gebruikt kan worden. En dat we weer afhankelijk gemaakt worden van deze instellingen, die klinieken. Weet je, ik bedoel, ik ben dolgelukkig dat dat soort klinieken er bestaan op dit moment, omdat het probleem al veroorzaakt is. Weet je, en heel veel mensen daar dus helemaal geen notie van hebben hoe dat dus is gebeurt. En je bent er alles voor over. Nou heb je dus verschillende soorten vruchtbaarheidstechnieken. En dan beginnen we even met de basis. De meesten die kennen dat ook wel. Dat is IUI. Nou, dat heeft een hele, dit is de afkorting ervan. Nou, IUI is gewoon
inseminatie. Dus de man die komt met zijn sperma en dat sperma dat wordt dan gefilterd. Dat gaat in zo'n draaiding en dat gaat heel hard draaien. En dan de snelste zwemmers die zwemmen dan naar boven. Dat zit in een vloeistofje waardoor de sperma dus ook levend blijft. Dat gebeurt allemaal op de dag zelf. Dus als de vrouw zeg maar haar eisprong heeft, dat kan dus nog in een natuurlijke cyclus. Nou, een natuurlijke cyclus houdt in dat je, je hebt gewoon geen medicijnen nodig. Je hebt een normale ovulatie, een normale eisprong heet dat. En je wordt gewoon normaal ongesteld. Nou ja, dan is dat een gewoon een natuurlijke cyclus die gewoon zo goed als iedere vrouw heeft. En tijdens die cyclus, dan heb je dus ook geen medicijnen speciaal nodig als je gewoon een eisprong heeft. Als je gewoon een eisprong hebt en dan wordt dus dat sperma wordt gefilterd op die ochtend. En dan vaak in het begin van de ochtend of in de middag. Dan wordt dat sperma, wat dus gefilterd is, dat wordt dan ingebracht met een kathetertje en een spuit. En dan, dan doet het daar beneden zijn eigen werk. Dus dan moeten die snelle zwemmers, die moeten dan eigenlijk nog, of in ieder geval, die worden dan in een buisje in die katheter, die wordt zo ver mogelijk naar boven gebracht, dus in je baarmoeder. En dan, die zwemmers worden daarin dan losgelaten en die moeten dan nog hun werk doen om zo snel mogelijk dat eitje te bereiken en dan hopen dat een van die snelle zwemmers het eitje doorboort en dat je dan een bevruchting hebt. En dan moet het natuurlijk nog gaan innestelen in de baarmoederwand en dan ben je zwanger. Nou, dat duurt dan ongeveer 2 weken. Zit je op het wachtbankje, wordt het dan ook genoemd. En dan kan je zwanger zijn. Nou, dat is altijd heel spannend voor de vrouwen en voor de mannen natuurlijk. Want ben je zwanger, ja of nee? Mensen voelen dan ook al 100.000 dingen. Maar goed, als je dus een stapje verder gaat, want bijvoorbeeld het IUI slaat niet aan. Ja? Of je komt gewoon niet voor een aanmerking omdat je geen eisprong hebt. Of ze willen dat je bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld al 3 IUI's gedaan. Dan zeggen ze, dan willen we wel graag gaan proberen met hormonen. Nou, dan krijg je hormonen. Je hebt allerlei soorten verschillende hormonen. Je hebt Conal F, je hebt Fostimon, je hebt Clomifeen. Je hebt gigantisch veel van die verschillende soorten hormooninjecties. Waaronder zij beweren dat het natuurlijk is en dat het zeg maar uit vrouwen komen die zwanger zijn. Dus dan geven ze de urine. Dan heb je ook moeders voor moeders. Dan als je zwanger bent, dan ga jij je urine bijvoorbeeld geven als je dat wil. Dat is vrijwillig. En dan uit die urine kunnen ze dan een stofje halen. En dat kunnen ze dan weer gebruiken voor de injecties te geven. Nou, en dan heb je ook nog dat je bijvoorbeeld, dat ze het stofje halen uit vrouwen die in de overgang zitten. Dus die doen ook hun urine geven. Daar halen ze dan weer het FSH, progesteron hormoon uit. Om dan weer mensen te helpen om een eisprong ook weer aan te maken. Nou, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Maar er is echt zwaar veel synthetische troep ook bij gestopt. Want vrouwen die voelen zich echt, je kan de meest rare klachten kun je krijgen. Je kan alvleesklierontsteking krijgen. Je kan flauw vallen. Je kan echt opvliegers krijgen. Je kan een heel opgeblazen buik krijgen. Je kan overstimulatie krijgen. Je kan een late overstimulatie krijgen. Er zijn verschillende soorten dingen die mogelijk zijn. En sommige vrouwen voelen helemaal niks. Die denken, dat valt allemaal mee. Het is ook maar net als je heel gevoelig bent, dan voel je gewoon snel van alles. En sommige die hebben daar helemaal geen last van. Dus dat is ook, dan moet je dan blanco ingaan als je zo'n traject volgt. Dan kan het dus zijn dat je hormooninjecties toegediend krijgt. Die moet je dan eigenlijk, die moet je dan zelf thuis toedienen. In je buik moeten die gezet worden. En dan gaan je eitjes groeien. En dan kunnen ze de eitjes bijvoorbeeld, als je dus met IUI bezig bent, dan heb je misschien 3 eitjes. Ze willen ook niet meer dat je dan meer dan 3 hebt. Want dan kan je kans krijgen op een 6-ling of zo. Dat zie je wel eens, hè. Ik heb een 6-ling. Nou, hoe dan? Dan heb je echt een gigantische buik. Ik zou dat best wel een beetje griezelig vinden, weet je, als je 6-ling hebt. Maar goed, je ziet, die komen ook gewoon gezond ter wereld. Ze maken je altijd met van alles nog wat bang. Ja, neem er liever 1. Want dan heb je minder complicaties en dit en dat. Nou, ik ken ook echt heel veel mensen die gewoon een 2-ling hebben. Helemaal geen last van gehad. En net zoveel kans op complicaties als dat je met 1 hebt. Maar goed, kans is groot, bla 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 bla. Maar goed, in dit soort gevallen hebben ze liever dat je niet meer dan 3 eitjes aanmaakt. En dat de kans dan groter maakt dat de sperma 1 van die eitjes bereikt. Of misschien wel 2. En dat je dan 2-ling hebt of gewoon een 1-ling. Nou, dan heb je een stapje verder. Dan heb je IVF. Nou, IVF, dus als dat allemaal niet lukt, dan heb je nog IVF. En IVF is bijvoorbeeld dat ze dan jouw eitjes ook laten rijpen door middel van hormooninjecties. Die heb je dan echt per se nodig, want anders gaan die eitjes niet groeien. Dus dan maak je in plaats van 1 eitje, maak je er misschien wel 10 aan.
of 13. Nou, ik heb uit allerlei studies heb ik geleerd dat je eigenlijk van te veel een slechtere kwaliteit eitjes krijgt. Je moet het eigenlijk maar zo zien. Als jij eigenlijk een stofje aanmaakt, hè, dat FSH, wat ervoor zorgt dat je een eisprong aanmaakt, dat je... als je dan ineens 20 eitjes aanmaakt, dan kun je wel 20 eitjes hebben, maar de kwaliteit van die eitjes, die hoeven dan niet perfect te zijn. Waarom? Omdat het ook heel veel kracht en energie eigenlijk tekort is gekomen. Dus de ideale aantal eitjes die je eigenlijk zou moeten hebben, is tussen de 9 en de 14 stuks, zeg maar. En veel in het buitenland geven ze ook een hele boost. En dat deden ze hier in Nederland ook. Dat doen ze hier in Nederland ook wel graag geven hoor. Ik bedoel, als jij niet aangeeft van kijk uit, ik reageer gevoelig op hormooninjecties. Nou, dan geven ze gewoon weet ik veel wat voor dosis. En dan maak je soms gewoon weet ik veel 18 van die eitjes of 20 van die eitjes aan. En dan hebben hun natuurlijk genoeg om met een punctie je eitjes te pikken. Maar de kwaliteit is vaak minder goed. En je hebt een grotere kans op... overstimulatie. En overstimulatie is best wel heel bizar, want je buik die gaat zich dan vullen met vocht. Want ja, het zijn bepaalde soort van ontstekingen. Die eierstokken die zijn zo overactief door al dat eitjes. Je bent eigenlijk een soort van kip die aan het broeden is met 20 eitjes. En die zijn zo overactief dat ze overbelast raken eigenlijk. En dan gaat het zich vullen met allemaal vocht. Dus je krijgt een soort van 2 liter vocht in je buik. En dan krijg je heel lastig adem. Dus het gaat echt drukken op je maag. En je hebt het gevoel dat je gewoon geen lucht meer krijgt. Alsof je buik aan het knappen is met al dat vocht. Nou, en in sommige gevallen, als het heel ernstig is, dan zuigen ze dat vocht dan bij je weg. En hier in Nederland geven ze hele andere soort protocollen dan als je in het buitenland leest. Want daar maken ze dat gewoon wat vaker mee en dan geven ze gewoon veel directere tips. Nou, als je hier een probleem hebt, het maakt niet uit met wat, dan zeggen ze altijd van, nou, we weten niet hoe dat komt. We hebben geen idee hoe je dat heeft opgelopen, hoe dat is gegaan. Ja, wat kunt u doen? Dan gaan ze zelf googlen. Ja, u moet veel water drinken. Nou, ik weet het niet, maar als je al 2 liter water in je buik hebt en dan nog meer water te gaan drinken, dan denken ze ja, dat je het gaat afvoeren en dat je het weg gaat plassen. Nou, dan komt alleen maar meer water bij, hoor. Dus als jij buik al vol zit met water en dan nog meer water drinken. Nou, dus als je dan in het buitenland weer leest wat je moet doen tegen overstimulatie, dat is het veel eiwitten eten. Dus eiwitten, dus als je bijvoorbeeld veel noten en minder te gaan drinken. Ja, zodat je het vocht afdrijft door middel van het plassen wat je zelf door je lichaam af te voeren. Veel eiwitten zorgt er ook voor dat dus rust gaat komen. En ik heb daar heel veel succes ook mee gehad met om mensen dit ook te vertellen. Maar dan heb je ook nog dus dat je kans hebt op late overstimulatie. Nou, dat komt dus als je dus die hormooninjecties hebt gehad om dus die eitjes aan te maken. Dan gaan ze dus het pikken, zo noemen ze dat. Dan halen ze dus die eitjes eruit. Nou, vaak gebeurt dat wel onder verdoving. Dus vroeger was het zonder verdoving. Nou, die vrouwen die gilden het uit. Nu tegenwoordig krijg je dus een morfinepompje. Nou, dan is het allemaal te doen. Heel veel vrouwen voelen daar niet eens wat van. Dan denken ze, nou, dat kan ik elke dag wel doen, bij wijze van spreken. En anderen die vinden dat nog steeds pijnlijk. Het is ook maar net hoe hoog jouw pijngrens is en hoe gevoelig je bent. En elke vrouw is anders. Ik zou altijd wel aanraden, als mensen daarmee bezig zijn, toch om zo'n hormoon of om zo'n morfinepompje te vragen. En het niet zonder verdoving te doen. Want dat kan wel pijnlijk zijn. Want ze doen er zeg maar een naald door jouw baarmoederwand heen prikken, naar jouw eierstok, om die eitjes op te zuigen. En al die eitjes één voor één zo eruit te zuigen. En dan die eitjes, die bevruchten ze dan in het laboratorium met het zaad. Dus je man die komt op dezelfde dag als jij je eitjes moet laten pikken. Dus vaak duurt het 2 weken. Dus ga je 2 weken hormooninjecties prikken. En dan na die 2 weken, dan gaan ze dus, ja, als jij dus dicht bij een eisprong zit, als je rond de 18 mm bent, of 20 mm. Nou, dat willen ze eigenlijk. Dat die, als je 18 mm, één eitje van 18 mm hebt, dan zeggen ze, oké, je ovulatie komt er snel aan. Dan moet je dus een injectie prikken. Dat heet pregnil of ovitrelle. Ik raad vaak vrouwen wel pregnil aan. Dat is gewoon veel beter voor je lijf. Ovitrelle is wat synthetischer. En dan zeggen ze, ja, is wat zuiverder, dan weet ik het allemaal. Nou, pregnil is wat echt wat meer van de zwangere vrouw, van de urine, zeg maar, waar ze het vandaan hebben. En daar reageren eigenlijk de meeste mensen wat ik ken daar niet echt iets op. Dus dat moet gewoon goed zijn. Die injecties die rijpen dan die eitjes. En dan op het punt dat die eitjes bijna
gaan springen. Nou, dat willen ze natuurlijk nog niet. Dus voordat die eitjes gaan springen, moet je dus die injectie Ofitrella of Pregneal gaan spuiten. Want dat remt de eisprong. Dus dat die eitjes niet helemaal dadelijk kwijt zijn. Want als ze eenmaal gaan springen, dan kunnen ze ze niet meer achterhalen waar ze zijn. Want ze zijn natuurlijk zo minuscuul klein. Nou, dan heb je nog... dat je dan, dus gaat, dan gaat die man, die gaat dan een paar uur van tevoren, voordat die pick-up is, gaat hij dus zijn sperma inleveren bij het ziekenhuis. Dan wordt het in een bakje, wordt het bij elkaar gebracht. Maar IVF is nog dat het zaad wordt in hetzelfde bakje van het eitje gelegd. En dan moet het zaad er zelf omheen gaan zwemmen, zeg maar. Of dat moet dan zelf in het eitje gaan penetreren, uit eigen kracht. En dan is er dus een bevruchting en dat noemen ze een cryo. Nou, dan die cryo, die, als er meerdere cryo's zijn, dus want ja, ze hebben ze misschien wel 18 van die eitjes of 13 van die eitjes. Nou, dan vallen er altijd wel wat eitjes af die slechte kwaliteit hebben, waardoor bevruchting niet goed is om dat te kunnen doen. Nou, zeg dat je dan nog 5 eitjes hebt, dan wordt de rest van die eitjes, die worden dan ingevroren in de vriezer. Ja, dat is heel apart en die geestjes die zitten dan eigenlijk ook gevangen, want er zit al een geest in. Zodra dan bevruchting is, is er ook al een geest. Want die heeft het beeld van hoe het babytje moet gaan worden. En dan kweken ze dat nog eventjes door. Dus een cryootje, dat vriezen ze in. En ja, dat bewaren ze dan net zolang dat jij weer een tweede of een derde of een vierde wilt. Als die eerste geslaagd is. En dat plaatsen ze dan terug, dat ene eitje wat goed is. En dan moet het zich nog gaan nestelen. En dan ben je zwanger als het blijft zitten. Nou, en dan kan je nog kans hebben op een late overstimulatie. Dus als je zwanger bent, dan kan dat dus die eierstokken ineens weer in werking zetten. En dan, ja, die eierstokken worden weer actief. En dan kan je weer die druk van je buik voelen. Of als je dat voor het eerst hebt, dan kan dat dus een late overstimulatie hebben. Dus dan is het niet tijdens dat je injectie spuit, maar... nadat je die pick-up hebt gehad en dat het babytje dus terug is geplaatst. Nou, dan is het weer 2 weken wachten, kijken of je zwanger bent. Nou, volgende vruchtbaarheidstechniek, dat is ICSI. ICSI noemen ze dat. ICSI is hetzelfde traject als IVF, dus de hele traject, dat ga ik jullie ook nog een keer vertellen. Alleen het enige verschil is dat als ze dus die eitjes eruit halen en het sperma in dat bakje zetten, en dat eitje leggen ze dus in het midden, dan gaan ze dus een willekeurig, of dat is de beste zwemmer pakken ze dan eigenlijk, en vaak is dat een jongetje, omdat jongetjes beter overleven, zeggen ze. Dus de meeste mensen die een IVF, of ik zie traject, nou IVF nog niet zeer, maar de meeste mensen die een ICSI traject hebben gevolgd, hebben vaak ook een jongetje gebaard. Dat is niet overal zo, maar meestal is dat zo. Dus ze vragen ook de voorkeur, hè? Wat zou u nog graag willen hebben? Ze mogen hier in Nederland, mogen ze wettelijk gezien niet een keuze maken, zeg maar. Van nou, u wilt graag een meisje of u wilt graag een jongetje. Dus daar reageren ze eigenlijk niet op. Dat mogen ze eigenlijk gewoon ethisch gezien, zeg maar, niet doen. Maar dat doen ze wel. Ja, daar kun je gewoon van uitgaan. Dat doen ze wel, want dat kunnen ze overal. Ze kunnen namelijk zien aan een zaadje of het een Y-chromosoom is of een X-chromosoom. En een Y-chromosoom is een jongetje en een X-chromosoom is een meisje. En dat kunnen ze gewoon zo erin plaatsen. Dan kunnen ze zien met een microscoop wat voor chromosoom dat is. Dan pakken ze dat zaadje en dan plaatsen ze dat dus in het eitje. Dat is dus het verschil met IVF. Dus IVF moeten die zaadjes uit eigen kracht penetreren in het eitje. En bij ICSI wordt het sperma dus willekeurig gepakt. En dat de beste zwemmers, zeg maar, in de meeste gevallen dus jongetjes, zetten ze dan in het eitje. En dan is het weer een cryo. En dan die cryo die wordt weer teruggeplaatst in de buik bij de moeder. En dan is het weer afwachten of het zich gaat nestelen. Nou, dan heb je als vrouw zijnde, krijg je ook zeg maar van die tabletjes mee. Dat heet utrogestan. En dat maakt zeg maar een soort van baarmoedervliesje, beschermsvliesje eigenlijk, dat je ja, zwanger blijft. Hè? Want als jij in zo'n zwangerschapstraject zit met hormooninjecties, dan is zeg maar dat, dat vocht, hè, hoe noemen ze dat ook alweer, zeg maar jouw baarmoederslijmvlies, hè? Of dat, ja, jouw baarmoederslijm, dat is zoals het hoort. Hè? Omdat het ja, allemaal onnatuurlijk eigenlijk is hoe dat hier allemaal plaats gaat vinden. Dus dan doen ze utrogestan tegen miskraam. In de meeste gevallen krijg je dan ook geen miskraam. Omdat dat zeg maar, ja, het is een heel vettig spul. Smeersels is het. En ja, dat zorgt er dan voor dat het babytje dus mooi gaat innestelen. En ja, dat bootst eigenlijk, of dat imiteert eigenlijk jouw baarmoederslijm aan, weer na, zeg maar.
Dan heb je de volgende stap van het traject. Nou, hier heb je dus allemaal die hormooninjecties nodig. Nou, er zijn heel veel vrouwen die dus niet goed reageren op deze hormooninjecties. Of clomifene, dat zijn tabletjes. Nou, daar worden vrouwen helemaal niet lekker van. Dan heb je IVM, dat is een stapje verder. Dat doen ze nog niet in Nederland. En IVM, ze zeggen altijd, nee, is nog niet goed onderzocht. En we hebben daar nog niet zo'n goed beslagingspercentage. Dus daarom doen we het niet. Nou, het is allemaal poen, geloof mij. Want ze verdienen er zoveel geld mee. Je wil niet weten hoeveel een zo'n injectie wel niet kost, weet je wel. Ik bedoel, duizenden euro's alleen al die medicijnen te hebben om jouw lichaam een boost te geven. Zodat je, eitjes gaat aanmaken. Dus dat IVM, daar heb je dus helemaal geen medicijnen nodig. Dus geen injecties. Dus het gebeurt in jouw natuurlijke cyclus. Maar dat kan alleen als jij dus bijvoorbeeld veel eitjes aanmaakt van nature. En dat is niet dat je dan veel ovulaties hebt of zo tegelijkertijd. Nee, jij hebt gewoon een eierstok met heel veel eitjes. Kleine eitjes allemaal. En dat heb je gewoon altijd. Ja, jij hebt gewoon veel van die eitjes gewoon standaard daar zitten. En dan is er eentje die je domineert en die springt dan. En dan heb je één ovulatie, dus kan je ook en éénling krijgen voor één kind. Als jij dus, sommige vrouwen hebben dus per ongeluk dat ze twee eitjes hebben die springen. Nou, dan kan je dus kans hebben op een twee-eiige tweeling. En als je dus een eitje hebt met twee zaadjes erin, dan heb je een één-eiige tweeling. En dan kan je ook nog een twee-eiige tweeling daarvan krijgen als het eitje zich gaat splitsen. Dus het is heel erg interessant hoor, hoe dat allemaal zit. Ik weet serieus, geloof me, van meer dan een gynaecoloog. Want ik heb zoveel vragen gesteld, zoveel dingen al gezegd. Dat ik denk van jongens, weten jullie dat dan niet? Nou, IVM werkt dus alleen bij vrouwen die dus meerdere eitjes aanmaken. Gewoon kleine eitjes. Nou, wat doen ze dan? Dan halen ze onrijpe eitjes. Die halen ze dus door middel van het IVF-traject. Dat ze dus gaan pikken gewoon. Halen ze die eruit, uit je baarmoeder. Zuigen ze ook weer met zo'n naald op. En dan rijpen ze die eitjes in het laboratorium. Dus buiten je baarmoeder rijpen ze ze rijp. Ja? En dan heb jij dus helemaal geen last met die hormonen. En dan gaan ze die dus weer bevruchten op dezelfde manier. Dus sperma komt erbij. En dan gaan ze kijken of ze die eitjes kunnen bevruchten. En volgens mij rijpen ze die eitjes binnen 45 uur of zoiets. Dus dat gaat best wel snel. Dan gaan ze die eitjes rijpen. Nou, soms lukt het, soms niet. Het is maar net aan de kwaliteit van de eitjes. Of hoe het in het laboratorium te werk gaat. Wat voor temperatuur, allemaal dat soort dingen. Komt er allemaal bij kijken. Heel erg interessant. Dus dat zijn voor vrouwen die ik aanraad. Sowieso dit hele hormoontraject over te slaan. Niet elke vrouw kan dat. Omdat sommige vrouwen dus geen ovulatie hebben. En als je geen ovulatie hebt, maak je dus heel weinig eitjes of zo goed als geen eitjes aan. Nou, dat kun je dus allemaal wel verhelpen met heel veel natuurlijke dingen. En dan heb je vaak een FSH-probleem, een progesteronprobleem, een tekort aan progesteron. En verdiep je daarin wat voor voeding er is om je progesteron eigenlijk een boost te geven. Acupunctuur werkt enorm goed. Je hebt bijvoorbeeld zink, vitamine B6 en je hebt, vitamine C sowieso. En er zijn wel iets van progesteron, tabletjes of iets wat je kan toedienen om dat te stimuleren. Ga je weer een stapje verder, dan heb je een nieuwe vruchtbaarheidstechniek, dat heet IVG. En IVG, luister, let op, dat neemt een huidcelletje van jouw huid. Ja. Van dat huidcelletje, ja, ze pakken gewoon een stukje huid van jou, daar maken ze een eicelletje van en een zaadcelletje. Dat bevruchten ze. En dan heb je een kloon van jezelf. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Je hebt ook op de Bahama's heb je clonaid.com. En dat kun je gewoon opzoeken op internet. Dat is van de Reelian groep. Of de Reelian secte is het eigenlijk. Dat is de sekste, zeggen ze. Die zijn ook veel met aliens en weet ik het allemaal bezig. Maar zijn dus heel erg actief met het klonen al jaren. En die doen ook organen klonen en weet ik het veel allemaal. Nou, dat doet me enorm denken aan die film The Island dus. Maar er lopen al meerdere klonen van clonaid.com ook in Nederland rond. En IVG is eigenlijk iets wat erop lijkt en wat natuurlijk legaal gemaakt wordt. Want als we gaan zeggen we gaan klonen, dan mag natuurlijk in heel veel landen niet geloofsovertuigingen, dat soort dingen. Waar ik zeker een voorstander van ben dat we dat niet gaan doen, dat klonen. Ja, want ik bedoel, we zijn natuurlijk hier allemaal met een hele gekke wereld bezig. En al die technieken, ja, die worden nu ingezet omdat er een probleem veroorzaakt is. Ja, ik bedoel,
je hebt alles wel over voor een kindje. En dat je soms zelfs denkt van nou dan maar een kloon, weet je wel. Maakt niet uit hoe. Of IVG is natuurlijk ideaal als je er zo over nadenkt. Dus als jij geen eierstokken meer hebt, je hebt nog wel een baarmoeder nodig. Want dan kan je alweer een draagmoeder of zo lenen ergens misschien. Maar ik bedoel, waar gaat het allemaal naartoe? Hè? Ik bedoel, ook die kinderen. Maar ja, ik vind het allemaal heel lastig om daar een oordeel over te vellen. Ik vind alleen, wat me echt te ver gaat, is gewoon... Kijk, als je bijvoorbeeld een kind van jezelf hebt, dan denk ik, dat is al eigenlijk niet hoe het hoort. Maar dan heb jij het nog dat het draagt. En ja, ik vraag me dan af, hoe gaat het dan in de toekomst? Hoe is zo'n geest? Of hoe gaat dat allemaal genetisch en zo? Dan heb je ook met IVG dat je dus een multiple kind. Dus als je een kind van je eigen huid hebt. Ja, dus we maken een eicelletje en een zaadcelletje van jou. Dan kun je alleen meisjes voortbrengen. Omdat dat alleen maar, je hebt alleen maar een X-chromosoom namelijk in jouw cellen. En die X-chromosoom die zorgt dus voor dat het een meisje wordt. Dus je kan alleen maar meisjes voortbrengen. Maar je kan ook bij je partner dus ook een stukje huid hebben. En dan maken ze daar een zaadcelletje van die man. En van jou maken ze een eicelletje. En dan heb je gewoon weer een kind van jullie beiden. Nou, dan sla je natuurlijk dat hele traject over met hormooninjecties. Of dat je je eitjes eruit moet laten pikken. Of weet ik het veel. Nou, er komen dus helemaal totaal geen klachten eigenlijk bij. Dus dat zou ideaal zijn. En dat is eigenlijk de toekomst dan van vruchtbaarheidstechniek. Alleen, wat ze dus ook doen... En wat ze dus ook kunnen, is een multiple kind. Ja, dus van 10 verschillende mensen, genetisch materiaal, dus allemaal samenvoegen en daar dus een kind van maken. Nou, dat gaat me gewoon te ver. En ze kunnen ook gewoon kiezen of je kind transgender is, of dat hij homoseksueel is, of dat hij hetero is, of dat hij goed in voetbal is, of dat hij heel goed creatief bezig kan zijn, of goed kan lezen, intelligent, of hoge IQ. Nou, allemaal dat soort dingen kunnen ze dus echt letterlijk allemaal doen. En dan heb je weer CRISPR. CRISPR 9 heet dat geloof ik. Zoek het allemaal op internet. En CRISPR 9, nou dat verandert gewoon je DNA, je genetische materiaal. Dus je zegt, oh weet je, we kunnen wat meer intelligentie hierbij spijkeren. Dus je hebt die DNA-streng. En dan zien ze bijvoorbeeld bij sommige DNA-strengen zien ze één klein foutje. Nou dat verplaatsen ze of dan zetten ze bijvoorbeeld een andere DNA-informatie waarvan hun weet, nou dan ben je heel goed in sporten. Nou dat zetten ze dan daar. En dan, het is gewoon knutselen, knippen en plakken in DNA. En dan maar kijken wat er dan van tevoorschijn komt. Ja, weet je, ik bedoel, als we toch allemaal gewoon weer eens teruggaan naar de bron. En dat we gewoon eens een keer weer lief zijn voor onszelf. Dat we weer goed voor onszelf zorgen, dat we van onszelf houden. Dan heb je al dat geknutsel niet nodig waar alleen maar ellende uit voort gaat komen. En ze verkopen het altijd in het voordeel, hè jongens. Dus het... Als ze daarover praten met dit soort dingen, wat ik jullie nu uitleg, dan is het altijd in het voordeel natuurlijk. Van ja, stel je toch voor hè, dat we dan nu ziektes kunnen voorkomen. Als we dan al in het eitje al kunnen zien waar de DNA-probleem ligt. Dan kunnen we het genetisch zo maken of genetisch zo. Dan kunnen ze het daar knippen en plakken. En dan kunt u ook geen gehandicapt kindje meer krijgen. Of u kunt ook geen kind meer met achterstand krijgen. U kunt ook geen kind meer met ADHD krijgen. En zo wordt het natuurlijk alleen maar gestimuleerd dat mensen gebruik gaan maken van zo'n kliniek. Al ben je gewoon vruchtbaar. Dan denk ik, oh, dat is ook wel leuk. Hè? Want ik ken ook mensen die gewoon, 8 keer een abortus plegen. Omdat ze gewoon dolgraag een jongetje willen. Dat ik echt denk van, waar gaat dit heen? En ja, mij maak je er alleen maar mee woest. Maar ja, weet je, ja, ik heb daar geen grip op, weet je. Het enige wat ik alleen maar kan zeggen, ik kan hun de waarheid vertellen wat ik ervan vind. En dat je niet zo met je leven en met het leven om mag gaan. Maar ja, kijk, ik ben totaal niet tegen vruchtbaarheidstechnieken. Want ja, als er een probleem dus veroorzaken is, waar je dus geen oplossing meer in kan vinden. Dan denk ik, ja, dan ben ik heel erg blij dat er dus wel een oplossing is voor de mens. Wat ik zeg, een kinderwens zit zo diep. Dat kun je alleen maar ervaren als je dat dus ook echt werkelijk zelf hebt. En als je dat zelf hebt ervaren. En de inlevingsvermogen van veel mensen is gewoon is lastig. Hebben niet veel mensen die dat begrijpen als je het niet zelf ervaren hebt. En ja, dat komt wel een keer. Het komt wel goed. Gewoon door blijven oefenen. Of
dit doen of je moet op je hoofd gaan staan. Ja, doe je allemaal hoor. Je moet gewoon 20 minuten gaan liggen. Of je moet gewoon 40 keer achter elkaar doen. Of je moet het juist wat minder doen. Of je moet het juist wat vaker doen. Of je moet geen strakke broeken aan. Of je moet geen hete banen meer hebben. Of je moet dit soort vitamine eten. Je mag alleen nog maar groen eten. Je moet geen fruit eten. Ja, nou, je doet het allemaal, geloof me, als je in zo'n... ja, ervaring zit dat het niet lukt. Je hebt er alles voor over. Dus ja, weet je, ik vind het heftig. En dat IVG is dus echt een hele babyfabriek. De ene kant zou je denk je van, oh, dat is wel mooi. Want je kan gewoon vanuit je huid een zaadcel en een eicel maken. Ook mensen die dus bijvoorbeeld chemotherapie hebben gehad of zo. En waarbij dus de prostaat helemaal niks meer is. Dan heb je natuurlijk nog steeds wel sperma nodig. Nou hebben ze TESA en PESA. En dan halen ze zeg maar uit de ei of uit de zaadleiders. Halen ze dus bijvoorbeeld nog zaadjes als er zaadjes zijn. Maar ja, weet je, dan moet er weer een operatie bij van pas komen. En bij zo'n IVG-behandeling, ja, dan geef je een stukje huid. En daar maken ze een zaadcelletje en een eicelletje van. En 1 plus 1 is 2. En ja, en dan is het klaar. Dus ik zie wel dat daar heel veel potentie zit. Alleen het gevaar wat daar weer allemaal bij komt kijken. Dat je dus multiple kinderen kan maken. En dat je ze ook nog kan bepalen of ze transgender zijn, lesbisch zijn, hetero en weet ik het allemaal zijn. Dat je echt denkt van, nou, waar gaat dit in godsnaam allemaal heen? Dus nou jongens, jullie meisjes, jullie zijn weer op de hoogte van alle vruchtbaarheidstechnieken. Ik ken ze allemaal, zoals er ook mensen zijn die hier een probleem in hebben. Ik weet veel, eigenlijk heel veel over dit soort dingen. Wat je kan doen, hoe je je lichaam kan verbeteren, waar de hormoonproblemen liggen. Ook als je in zo'n traject zit, weet je, we gaan sowieso als eerste proberen om niet in zo'n traject te komen. En dat je het op een natuurlijke wijze kan. En, ja, weet je, dat kan door middel van acupunctuur of gewoon anders denken. Het kan zelfs door bepaalde ervaringen uit het verleden die jou blokkeren om dat op te lossen. Dat kan al helpen om je lichaam te veranderen of om weer een ijsprong te krijgen. Het lekker in je vel zitten is natuurlijk altijd goed. Maar zo zijn er nog talloze dingen die er zijn die je kan doen. En als je toch in zo'n traject belandt, weet je, dan is het heel belangrijk dat je daar positief in ondersteund wordt. Dat je de weg kent, dat je jezelf niet laat ondersneeuwen door ziekenhuizen. Ze hebben geen gevoel. Weet je, ik ken echt mensen die echt in allerlei soorten ziekenhuizen zijn geweest. En weet je, en er zijn ook hele lieve mensen hoor, die ze horen eigenlijk heel lief te zijn. Er zijn ook mensen die heel lief zijn, maar ze dringen je bepaalde dingen op. Omdat ze gewoon maar zeggen van nou, alles is goed, je moet gewoon door blijven oefenen. Of je moet eileiderspoelingen doen, of je moet dit, of je moet zus, of je moet zo. Nee, als je weer naar een ander ziekenhuis gaat, willen ze weer dat je het hele traject overnieuw doet. Terwijl je net alles weer hebt onderzocht. Maar als het niet goed voelt, moet je het ook gewoon niet doen. Als jij ergens... bij in een ziekenhuis, bij zo'n kliniek, je niet lekker voelt, dan moet je het gewoon niet doen. Ik bedoel, in Zwolle is al een hele toestand is er geweest. Want er is dus de gynaecoloog die zelf zijn eigen sperma bij de eitjes van de vrouwen in heeft gedaan. Ja. Dus die heeft allemaal kinderen verwekt bij allemaal verschillende stelletjes. Wat hun eigen kind niet eens gewoon is. Ik bedoel, waar gaat dit in godsnaam over? En dat is ook in Nijmegen geloof ik gebeurd. En in Zwolle is het al een keer gebeurd. En in Wassenaar was een gynaecoloog die bijvoorbeeld die gewoon zijn eigen sperma over... Ik bedoel, je moet wel goed voelen, hè, lieve mensen. Je moet wel goed naar je gevoel luisteren. Ik bedoel, het vuur is ook net een lopende band. Dus als je daar bent, dan moet je bijvoorbeeld een kaartje trekken. Of je 10 minuten mag blijven liggen. Of dat je gelijk moet opstaan nadat dat je geïnsemineerd bent. Ik bedoel, waar gaat dit over? Je bent toch geen proefkonijn? Nou, zo behandelen ze je dus wel. Dus als dat niet lekker voelt... Dan zijn mensen die zeggen, oh nee, ik heb daar een hele goede ervaring. Nou, gelukkig. Iedereen heeft ook zijn eigen ervaring. Maar ik heb het nu over de mensen die dus een slechte ervaring met iets hebben.
Ga er niet in door. Zoek een ander. Ga door naar de volgende. Toedeledokie. Ik bedoel, ze verdienen geld aan jou, hè? Ja, en het is natuurlijk ook dat je hun nodig hebt. Maar er zijn gelukkig nog 20 anderen die het doen. En anders kan je overstappen naar België. Dat is niet altijd vergoed. Moet je even met je zorgverzekeraar even praten of het een vergoeding is. Of het vergoed wordt, want je hebt de Jette Kliniek in Brussel. Dat is een zeer goede kliniek, zeer goed aangeschreven. Nou, en wat ik al zeg, alleen al aan de documenten van Nederland. Als ze hier in Nederland tegen je zeggen, nee, alles zit goed. Nou, geloof me, als alles goed was geweest, dan was je gewoon zwanger geworden. Dus iets zit er niet goed. En als je dus met die documenten al naar België gaat, nou, dan zien ze alleen al aan die documenten van, nou, dat klopt iets niet. Dat is niet goed. Jullie kunnen nog wel 5 jaar dooroefenen en dan lukt het niet. Dus dan geven ze gewoon eerlijk en oprecht advies van hoe het zit en ook hoe die berekeningen zijn. En elk land heeft zijn eigen protocol. Ik weet wel dat hier echt, daar kan je morgen nog terecht bijvoorbeeld. En hier moet je maanden wachten. Dan moet je dit allemaal gedaan en zus allemaal gedaan. Tuurlijk moet je daar ook alles van alles gedaan hebben. Maar het is wel dat je veel sneller aan de beurt wil. Snel sneller kan. Ik bedoel, je kan naar Turkije gaan. Ja, dan ben je daar een maand. Dan doen ze ook dat hele traject. Moet je wel uit je eigen zak betalen. Maar goed, dan heb je ook wat, weet je. En dan ben je niet 100 jaar aan het wachten. Het enige is wel, als er complicaties zijn, moet je dus in je thuisland, moet je dus wel ergens terecht kunnen. Of met een gynaecoloog kunnen overleggen. Ja, dat je controle wilt. Of dat je in de gaten gehouden wordt als er iets is. En nou ja, Spanje staat ook heel goed aangeschreven daarvoor. Daar hebben ze ook dus heel veel van dat soort klinieken. En ja, weet je, luister naar je gevoel en als je in zo'n traject zit. En laat je niet gek maken door andere mensen. Laat je ook niet verdrietig maken. Want heel veel mensen weten gewoon niet hoe ze met dit soort dingen, dit thema, om moeten gaan. Ja, en dat kan je verdrietig maken. Je kan ook zoiets hebben of schaamte. Veel mensen met een geloofsachtergrond, een geloofsovertuiging, hebben toch schaamte dat ze in deze, ja, in dit zit. Of ook de man, hè, die durft het dan niet te zeggen. Want ja, dan voelen ze zich een loser. Hè, dat ze geen sterk zaad hebben. Ja, weet je, dat heb je allemaal met dit soort dingen. Of de vrouw ook, die natuurlijk een geloofsovertuiging hebben. Die zal natuurlijk al wat preut zijn op dat gebied. Nou, die dan bij een gynaecoloog met hun benen elke keer weer open moeten. Weet je, ja, vraag ook gewoon naar een vrouw als je dat prettiger vindt in plaats van een man. En ja, soms moet je dat knopje dan ook omzetten, want je wilt iets bereiken hier. En ja, ik vind het gewoon even heel erg belangrijk dat jullie weten dus wat voor technieken er allemaal zijn. En ja, ook een stukje natuurlijk mentaal hoe je daarmee om moet gaan. En ja, altijd bij jezelf blijven en je doel vertrouwen. En wat ik zeg, als je dus met dit soort technieken dus bezig bent, het is bijna onmogelijk om niet meer zwanger te worden. En dat geeft wel voor de mensen die dus al heel lang hiermee worstelen en die dat dus niet meer zien zitten dat ze überhaupt ooit nog een kind krijgen. Er is dus hoop en er is dus heel veel mogelijk. Alleen, ik vind wel dat de mensheid wel in proporties moet blijven. Dus dat je wel ethisch verantwoorde dingen blijft doen. En ja, dat is lastig als er dus al een probleem is gecreëerd waar nu dus de oplossing voor is. Maar ja, we moeten altijd weer dicht bij God blijven, ja? Bij onze natuur en dat we daarop gaan vertrouwen. En alles heeft vaak een reden, maar dat betekent niet dat je akkoord moet gaan met die reden. En dat kan je ook soms een weg in gaan vinden dat je krijgt wat je wilt. Want jij bent de baas over je lichaam. Nou lieve mensen, bedankt voor het kijken. Hebben jullie vragen, stel ze gerust hier beneden in de reacties. En dan geef ik jullie een dikke knuffel en kus. Ik hou van jullie. Zie ik jullie snel weer. Doei!